Zo, beste kijkers, we hebben weer een nieuwe Mooi en Rustig. Maar deze is wel heel ver weg. Want het lijkt wel een eilandje waar u naar kijkt. En een vulkaan, en dat klopt. Want we gaan namelijk naar Tenerife. En voor de duidelijkheid, het is nu maart van 2018 als wij daar naartoe gaan. Tenerife is een van de Canarische eilanden. Het behoort bij Spanje. Het ligt ongeveer 200 kilometer voor de kust van Afrika, voor Marokko. De Canarische eilanden heten eigenlijk hondeneilanden. De reden waarom ze zo heten is niet helemaal bekend. Ze zijn in elk geval niet genoemd naar de bekende vogel, de kanarie, want de kanarie is namelijk naar de eilanden genoemd. De Canarische eilanden bestaan uit 7 grote en 6 kleine eilandjes. De grootste van allemaal is Tenerife en daar gaan we naartoe. Tenerife is eigenlijk een vulkaan, maar dan een hele grote. Want dit, wat u nu ziet, is het midden van het eiland, de vulkaan van Tenerife El Teide. Daar gaan wij ook naartoe. Maar voordat we daar waren, moesten we een aardig ritje maken met de auto. En we kwamen aan het begin van het nationale park bij een hele bijzondere boom. En die heeft als naam gekregen Pino Gordo. En hier kijken we, want we zitten hier in de buurt van het plaatsje Vilo Flor. Aan het begin van het nationale park kijken we uit in de ronde en daar zien we ineens een bijzondere boom. Hij steekt boven alle anderen uit en hij is dan ook ongeveer 45 meter hoog. Deze bijzondere boom komt ook in andere landen voor. En we zien hier de onderkant. Een stam is ruim 3 meter dik. En nu kunnen we nog eens rustig naar boven kijken naar die 45 meter. In andere landen zorgt hij ook voor records van grote boom. Hij is de leeftijd van deze boom is niet bekend. Maar er zijn bomen die groter zijn, bomen die kleiner zijn dan deze, dus kleiner dan die 45 meter. En die zijn ouder dan 300 jaar. Dus dit is sowieso een echte oldtimer. En hij ziet er nog hartstikke mooi uit. Als we in het Nationaal Park zitten, dan zitten we al op ongeveer 2000 meter hoogte boven de zeespiegel. En we zitten dan ook, zoals je hier kunt zien, al boven de wolken. Het is pas maart en het is prachtig weer hier, maar de wolken zijn wat lager. Het waait nog wel zo best en u zult straks zien dat we zelfs nog wat sneeuw tegenkomen. Het landschap ziet er heel bijzonder uit. Hier is het helemaal rood. Het heeft te maken, de kleur, met welke uitbarsting op welke plek welk lava heeft neergestort. Want we zien straks ook zwarte grond en grijze grond. Allemaal heel bijzonder. De belangrijkste boosdoener is El Teide. Dat is de top hier van de vulkaan van Tenerife. Hij is maar liefst 3718 meter hoog boven de zeespiegel. Als we hem zouden meten vanaf de zeebodem, is hij ongeveer 7000 meter hoog. 7 kilometer. Deze punt is dan ook de hoogste punt van Spanje en de derde hoogste vulkaan van de wereld. De laatste uitbarsting stamt uit 1909. De vulkaan die nu slapend, we zeggen dat hij slapend is, maar er wordt rekening mee gehouden dat hij elk moment zou kunnen uitbarsten. Het hele gebied rondom de top van de berg, zeg maar vanaf die 2000 meter boven de zeespiegel, behoort tot een nationaal park. In dit nationale park is vanwege zijn bijzondere uiterlijk opgenomen in het werelderfgoed van de UNESCO. Het Nationaal Park is door zijn hoogte en bijbehorende lage temperatuur en weinig neerslag, in elk geval aan deze kant van de top, vrijwel onbewoond. Met de auto is het gebied goed te bereiken,
Het is heel goed voor de toeristen beschikbaar gemaakt. Er is een tweebaans weg, die gaat helemaal rondom de top. En van deze vulkaan, en die geeft de meest mooie plekjes om te bekijken. Even voor het idee hoeveel mensen er komen. In 2016 hebben ruim 4 miljoen mensen het park bezocht. En daarmee is het het meest bezochte nationale park van Europa. U ziet de kabelbaan, de top is te bereiken, maar wel op een speciale bestelling bij heel goed weer. Via deze kabelbaan. Wat misschien ook bijzonder is om te vertellen, is dat de NASA oefeningen heeft gedaan voor de marslandingen hier op Tenerife, omdat het landschap zo gelijkend is. En hier, als we al wat dichter bij de top komen, zien wij de Rock Garcia. Het is een heel bijzondere gevormde rots. Het steekt uit met een bijzondere ronde vorming boven het landschap. En het behoort zonder meer tot een van de meest belangrijke toeristische attracties hier op Tenerife. En hier zien we dat rode lava, zoals we dat ook wel eens in onze tuin hebben liggen, in de tijd dat het heel populair was. En het lijkt zomaar een klein dun laagje, maar als je ervoor gaat staan, dan zie je pas wat een enorm hoge laag lava hier ligt. Ik had het al gezegd, we kwamen nog in de sneeuw en hier ligt zo langs de weg, het is pas maart 2018, nog een flinke bult sneeuw, want zeker als we hier wat hoger zitten, dan is het hier, ook al is het lekker zonnig, toch nog een beetje frisjes. Omdat het zo hoog is en het helemaal in de Atlantische Oceaan ligt, heeft het een bijzonder schone lucht. En het is dan ook een internationaal onderzoekscentrum is er gevestigd. En daar wordt heel veel astrologisch onderzoek gedaan. Diverse universiteiten van over de hele wereld hebben hier hun telescopen opgesteld.
de zee zien, hebben we de Vulcano de Guimard. En we zien de oude kraters een beetje liggen. Midden in de stad zo'n beetje. Los Gigantos is maar een klein plaatje, maar de echte giganten, want daar staat het natuurlijk voor, dat zijn deze enorme hoge klif. Deze klifs die variëren tussen de 300 en 600 meter hoogte, zo recht de zee in. Een heel indrukwekkend gezicht. En dan zien we hier de kloof van Masca. Het is een stuk, het oudste stuk van het eiland Tenerife, geschat zo'n 7 miljoen jaar oud. Je kunt er langs naar beneden lopen. Het is niet zo'n lang stuk, het is maar 5 kilometer, maar het hoogteverschil is wel 580 meter. En dat maakt het een hele lastige. We hebben hem niet gelopen, want ja, een weekje is zo om. En dan zien we hier de raaf. De raaf is de grootste van de kraaiachtigen en hij is ook ruim de grootste. Als hij vliegt heeft hij maar liefst een spanwijdte van 1,20 meter. En hij vliegt niet alleen, maar hij kan ook gewoon zweven, stukjes net als een roofvogel. De raaf wordt beschouwd als een intelligent dier. Het kan vriendschap sluiten met andere raven en het kan ook vijand worden met een raaf. En er zijn zelfs voorbeelden dat ze als het ware een afspraak maken met wolven om prooien van elkaar te kunnen overnemen. Ze verstoppen hun eten en ze kunnen zelfs onthouden of kijken waar andere raven hun voedsel laten. En ze kunnen het dan gaan plunderen. In Nederland is de raaf een hele zeldzame, maar wereldwijd komen er best wel wat van voor. Ze kunnen redelijk oud worden. In Londen zijn er geregistreerd die meer dan 40 jaar oud zijn geworden. Thank you.
En dan hebben we hier zeg maar gewoon een toeristisch icoon van Tenerife, namelijk de drakenbloedboom. Deze plant die komt van nature voor op de Canarische eilanden, Kaapverdië en ook nog een enkele in Marokko. De drakenbloedboom die is het symbool van Tenerife. De plant is niet meer in wilde staat te vinden. De 12 meter hoge plant, dat is degene die we hier zien, is de meest bekende. En we weten niet precies hoe oud die is. Het komt dat hij geen ring heeft, maar de leeftijd wordt geschat aan het aantal zijtakken wat hij heeft. Hij groeit heel langzaam, want pas na 10 jaar is hij een meter hoog. Ze kunnen duizenden jaren oud worden. En deze wordt gezegd dat hij de oudste is. Deze die is ook heel bekend en die groeit in Icos de los Vinos. En dat is aan het noordwesten van Tenerife. Hij heet drakenbloedboom omdat hij namelijk, als je in de bas scheidt, dat hij een roodachtig gas uitscheidt. En ja, vandaar de naam. Er is allerlei bijgeloof bij, zelfs hekserij is ermee in aanraking geweest. En er worden ook allerlei medicinale en cosmetische fantasieën op losgelaten. Wat allemaal van waar is, dat weet ik niet. Maar het is wel een bijzondere boom. Ja, en bananen groeien er ook op Tenerife. Ze zijn wat kleiner, maar ze zijn wel meer bananensmaak. Een mooie wandeling gingen we nog maken hier op Montana Roya in El Medana. Dat is vlakbij het vliegveld waar je aankomt als je naar Tenerife gaat. Het is een hele bijzondere berg en hij is 170 meter hoog. De wandeling naar de top is ongeveer een kilometer of 3-4 vanaf de parkeerplaats. Bij mooi weer kun je vanaf de top van, van deze rode berg mooi rondkijken en krijg je een heel leuk uitzicht. Ook echt de moeite waard. Tja, en een van de dingen die we vanaf die berg goed konden zien, dat was het vliegveld. En het vliegveld, of beter gezegd, een vliegtuig, bracht ons weer terug naar ons eigen land. Het was een bijzondere vakantie, heel leuk en ik hoop dat u het leuk vond om met ons mee terug te kijken.